nose job ASMR. Oh, fuck deze tekst. Outfitters for the real man. Hi, ik ben Jesse en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal en als je nieuw bent, welkom bij mij. Uiteraard is het Black Friday geweest en dat wordt steeds groter in Nederland en ik geniet er ook steeds meer van. Ik vind het zelf heel leuk om unboxing slash haul video's te kijken en ook om op te nemen. Dus vandaar dat ik mijn Black Friday spulletjes op camera eventjes unbox. Het allereerste waar ik mee ga beginnen is dit en dit is van Lash Addict en daar heb ik wimpers besteld. En ze zitten hier niet meer in, want allebei de paar wimpers die ik heb besteld heb ik al gebruikt. Ik heb namelijk twee paar Lily Lashes besteld. Eentje heb ik op het moment op en het zijn de Miami So Extra Miami, die heb ik nu op. En ik had ook de Miami's, maar die heb ik al per ongeluk kapot getrokken, dus die heb ik al niet meer. Deze heb ik mijn Black Friday besteld, omdat deze wimpers gewoon anders €35 per paar zijn. Dat vind ik een beetje duur en nu waren ze volgens mij €30 per paar. Alsnog belachelijk duur. So Extra Miami. Nieuwe favoriete wimpers zijn heel mooi, lekker extra, heel erg wispy en I love it. Dan komen we bij pakketje nummer 2. En hier moet ik jullie een beetje uitleg bij geven. Ik heb UX. En ik had dit in mijn verhaal gezet, als ik het nog kan terugvinden. Van dat ik mijn UX aandeed. En ik kreeg zo intens veel haat in mijn Instagram DM's over mijn UX. UX hebben me natuurlijk een beetje een negatieve naam gekregen en mensen vinden UX niet heel mooi. Ik heb ook een periode gehad dat ik echt dacht, ugh, UX, wat de hel. Het paard die ik altijd aan heb in de winter heb ik ook echt al, nou, ik denk 5-6 jaar of zo. Nou, ja, ik denk trouwens al 5-6 jaar. En als het zo koud buiten is dat het nu wordt richting de winter, vind ik het gewoon super chill om UX aan te doen. Want letterlijk, de wind kan zo koud zijn en het kan zoveel vriezen buiten, maar je voet gaat geen seconde koude wind voelen of het koud hebben of whatever. Nu was het Black Friday. En ik was op Instagram aan het scrollen en toen zag ik deze voorbij komen. Toen ben ik naar de site gegaan en toen heb ik ze besteld. Deze UX kon ik niet laten liggen. En ik weet dat er heel veel haat op gaat komen, maar ik vind ze lekker zitten. Jullie hebben koude voeten en ik heb lekker UX. Oh ja. En ik heb ze in maat 41, US 10, UK 8, Japan 27. Oh my god, jongens. Ik weet niet of jullie hier klaar voor zijn. Ik weet niet of ik hier klaar voor ben. Ik weet niet of ik hier klaar voor ben om dit aan te doen. Maar oh my fucking gosh. Yes, bitch. Oh. Fucking lord. Oh my god. Oh, ik kan niks ruiken, dus ik weet niet hoe ze ruiken. Oh, ze zitten zo lekker! Kijk nou, en ja, ik zit in de joggingbroek, maar kijk nou, dit is toch geweldig! Ja, oké, kijk, ik snap dat heel veel mensen het lelijk vinden hoor, maar dit is toch geweldig! Dat is dus nieuwe aanwinst nummer 1, mijn nieuwe UX, en ik ga ze hier eventjes voor jullie achter display, zodat jullie geen moment zonder deze UX hoeven. En dan komen we bij het volgende. Weer een hele grote ASOS tas. De laatste tijd bestel ik zoveel op ASOS. Ik vind het zo chill om lekker door ASOS heen te scrollen. Ze hebben zoveel. En waarom ik dus de laatste tijd best wel obsessief ben met ASOS, omdat ze extreem grote maten bestellen. Nee, ik ben niet een extreem grote maat. Nee, deze kleding is niet voor dikke mensen of whatever. Eén keer heb ik het een beetje fout omschreven en daar waren een paar mensen een beetje boos om, maar ik bedoel niet dikke mensen of whatever, of zware mensen, of grote mensen of whatever. In ieder geval, ik bedoel niks offensives. Dit zijn gewoon hele grote maten. Ik vind 7 keer XL vind ik een hele grote maat. En het zit gewoon zo oversized. En ik vind de look cool. Ik vind de look, ik vind het heel lekker zitten. Je kan hem zelfs een beetje van je schouder afdoen. Ik vind dit cool. Ik hou hiervan. En op ASOS heb je zo intens veel, echt gewoon tot volgens mij 8 keer XL of zo. Ik heb 7 items besteld en ik heb zoveel zin in deze items, jongens. Lord help Jesus. Het allereerste item is dit en gewoon A, de kleur en B, de stof. Oh my god. Dit is namelijk een t-shirt van badstof. En als er iets is wat ik geweldig vind, waar ik heel erg van hou, waar ik niet genoeg van kan krijgen, is dit badstof. Ik heb matrashoesen van badstof, omdat ik het zo lekker vind. ASOS heeft ook een heel aantal shirtjes met badstof. Dit is een 4x XL plus long made in Turkey t-shirt. En volgens mij is het van een mannencollectie. Dat weet ik niet, dat boeit mij niet. Maar dit
is het t-shirt. Hij is heerlijk groot, net als deze. Hij is super breed. Het is van deze prachtige kleur met een mintgroene kleur met tekst. Met het kraagje ook met mint. En dit is heerlijk. Oh my god. Ik weet niet of jullie de stof goed kunnen zien, maar dit is toch... Dit wil je. Hier wil je in leven. Toch? Oh, en dan deze. En dan met mijn uggies eronder. Nou, jongens... Ja, het is dus item nummer 1 en ik ben hier heel erg obsessed met, ik ben hier heel erg blij mee. Het is het meest zachte shirt dat ik ooit in mijn hand heb vastgehad. En ja, item nummer 2 is deze. Hij is ook in 4XL plus lang, made in Mauritius. Waar is Mauritius? Nep, ik heb letterlijk nog nooit iemand gehoord die zei, ik kom uit Mauritius. Waar is Mauritius? Ik ben heel slecht in topografie, I'm sorry. Maar het is een shirt met allemaal verschillende vakjes en verschillende kleurtjes. En I love it. Dit is het shirt, ook volgens mij van de man of de ene, want de mannen hebben dus X7 of zo. En t-shirtjes, jongens, kleding, waarom moet het een gender hebben? Ik snap het niet. Ik snap het dat bepaalde pasvormen voor een bepaalde gender zijn, maar ik, echt man, vrouw, dat je op man moet klikken om die kleding te zien, op vrouw moet klikken om die kleding te zien. Ik vind het een beetje gek. Doe het gewoon lekker allemaal door elkaar. Verdeel het af op pasvormen. I don't know. Persoonlijk word ik er niet offended door, alleen ik snap dat heel veel mensen dat wel worden. Maar dit shirt vond ik dus heel cool met 1 rode mouw en 1 blauwe mouw en de bovenkant geel en de onderkant groen. Lekker kleurrijk, want we gaan de winter in en in de winter heb je gewoon wat extra kleur in je leven nodig, want anders word je gewoon heel sad, heel alone, heel depressed. Dan heb ik een shirt en ik zag hem al en het is nog een t-shirt met badstof en het is een nude t-shirt met badstof en het heeft een freaking regenboogkraag. Deze heb ik in de maat 3XL. Soms als dan de maten zeg maar 7X of zo zijn uitverkocht, bestel ik gewoon een groot ASMR. Dit is een t-shirt van ASOS. Nose job ASMR. Dit is een t-shirt en I freaking love it. Kijk, dit is 3XX. Dit is zeg maar hoe bij mij een normaal oversized shirt valt. Kijk, dit is zeg maar extremely oversized. En I love it. 3XL is normaal oversized. Hij is van badstof. En dit gaat ook een van mijn nieuwe favoriete t-shirts zijn. Want hij is super zacht. En hij is super gay. En I freaking love this. Dankjewel, Dandy. Wil je even hallo komen zeggen, poppie? Ja. Meeuw, meeuw, meeuw. Zeg maar hallo. Hallo YouTube. Ik ben Dandy. Hallo. Volgende item is het grootste pakketje wat erin zit. En het is zwart en ik heb geen idee wat het is. Ik heb hem in 5XL en hij is black. Kijk, dit is prachtig. Dit moet ik eigenlijk niet in de buurt van mijn katten laten komen. Want uit de verpakking is dit prachtig zwart. Kan je hier een prachtige foto mee maken. Maar zodra het één keer in de was is geweest, zodra ik op de bank heb gezeten, is dit niet meer zwart. Maar dit is een... Oké, hij heeft een kleurtje achterop. In principe is het gewoon een zwarte hoodie. En hij is heel erg lekker, heel, heel oversized. De achterkant heeft groen met paars. En ja, terwijl ik gewoon een hoodie. Ik hou van hoodies. Ik leef een soort van in hoodie. Ik kan nooit genoeg zwarte hoodies hebben. Like, ik kan gewoon niet genoeg zwarte hoodies hebben. Oh my god, ik wist dit niet meer. Ik was dit vergeten. Maar ik heb nog een badstof t-shirt. Ja, dit is echt, dit is een 4XL lang plus, dus dan is hij extra lang. Dit deed me zo denken aan pyjama's die ik vroeger had. Vroeger, er waren pyjama's, ik heb nog één pyjama van echt lang, 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 lang time ago, toen mijn moeder nog leefde, toen moeder me zeg maar nog in bed legde. Daar heb ik nog een pyjama broek van en ja, het past nog steeds. En die waren van badstof en dit deed me er zo aan denken, dit printje deed me er aan denken, dit, gewoon dit hele t-shirt deed me denken aan mijn pyjama's van vroeger. Hij heeft lange mouwen, grijs, hij is heel lekker groot. Hier ga ik in leven. Hij is van badstof. Hij is super comfortabel. Hij is made in Turkey. Kijk, ik vind persoonlijk de pyjama look, de pyjama vibe niet heel erg. Dit ding, zwarte broek, UX daaronder, dat is een look zeg maar. Dit, zo kan je mij tegenkomen op straat dat ik dit draag. En iedereen zou denken, oh lekker groot pyjama t-shirt. Dit doe ik aan naar buiten, zeg maar. I don't know, I'm weird. Ik wist niet dat ik zo intens gelukkig kon worden van kleding.
Sorry als ik vervelend klink, mijn hele neus zit zeg maar vol. Ik kan wel ademen, maar het kost moeite. De laatste twee items, de allereerste is deze. En dit is een Puma t-shirtje. Ik vind dat ASOS best wel originele Puma t-shirts heb. Zeg maar, deze zie je niet vaak ergens anders. Hij is in 4x XL. En het is een hele mooie gele kleur. En dit is weer een beetje in de trant van het wordt winter. Je moet zelf de kleur in je leven brengen. Dit is het t-shirt, er staat Puma op en er staan verschillende dingetjes op met factory, printing, cotton, weet ik veel. Dat zal wel weer iets goeds betekenen. Achterop, onderaan staat ook wat en dat is... This tee is made from 100% organic cotton. Dus waarschijnlijk betekent dat dit wat erop staat, dat het gewoon... Oké, want dit is cotton, dit is... Oh! Ja, organic cotton. Eco, bla bla bla. Dus dit t-shirt is zeg maar goed voor het milieu. Is op een milieu goede manier gemaakt. Maar love it, hele mooie gele kleur. Heel lekker oversized. T-shirt om in te leven. Pasteltint vind ik zo flattering staan. Vooral als je tatoeage hebt, want dan is het pastel. Heel zacht en heel cute. En dan heb je zwart. Dat is er over je arm heen. Die look vind ik cute. En dan het allerlaatste item. En ik weet oprecht niet wat dit is. Hij is in ieder geval een 5x XL. Als iets 2x XL is, dan heb ik ook gewoon zoiets van... Oh, wat klein. Raar, hè? Wat is dit? Oeh, weer ASMR. Oeh, dit klinkt echt heel chill. Dat? Oh, Lord help Jesus. Ik ken het merk ook niet. Yakano. Oh, fuck deze tekst. Outfitters for the real man. Maar wat? Oh, wow. Oké. Nou, kijk, dit is zeg maar echt een gigantische sweater. Dit is een sweater, toch? Ik weet het nooit. Want je hebt hoodies en dat is volgens mij met een capuchon. Dit zijn volgens mij sweaters of... Ik heb het volgens mij al heel vaak fout gezegd en ik ben al heel vaak gecorrigeerd in mijn reacties. Maar volgens mij is dit een sweater. I don't know. Er staat Miami op in oranje. Hij is zelf paars. Het is een heel lekker, goede kwaliteit stof. Heel oversized. Gewoon eigenlijk per... Oh, ik sloeg mezelf zo hard op mijn neus. En dat was mijn volledige Black Friday haul. Ik... Ik vind letterlijk geen enkel item die ik eruit heb gehaald, denk ik, oh, die had ik leuker verwacht. Ze zijn gewoon allemaal leuk. Ik hou van ASOS. Dit is niet gesponsord. ASOS, als je dit kijkt. Sponsor me. Vond jij deze video leuk? Geef... Hallo? Deze wil je ook even hallo zeggen soms. Wil je soms ook even hallo zeggen? Dat je zo irritant onder me loopt te doen. Wil je ook even hallo zeggen? Hallo, ik ben Deze en ik verstoor altijd video's. Ja. Oh, nu wil je weg, hè? Nu vind je het vervelend, hè? Doei. In ieder geval, vond jij deze video leuk? Geef even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments een reactie achter. Ik vind het super leuk om al je leuke lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video.